Welkom bij alweer de volgende StayFit judo training vanuit Hoogvliet, Rotterdam. Nadat we afgelopen dinsdag weer een flitsende training met judoka Jules Frans hebben gemaakt, gaan we vandaag weer gas geven met Melchior Maas. Kom erbij. En we gaan vandaag werken met een fles en een elastiek. Dus als je die niet bij de hand hebt, zorg even dat je nog een fles en het elastiek erbij hebt. We beginnen vandaag, kijk, Melchior is al begonnen, heel goed. We beginnen vandaag weer, zoals gebruikelijk, met joggen op de plaats. En we gaan vandaag weer werken met 4 krachtblokken. En daarvoor maken we natuurlijk een korte warming-up. En de eerste oefening van vandaag is versnellen op de plaats. En dat gaan we geen 10 seconden doen, maar 15 seconden. En 3, 2, 1 en daar gaat hij. 15 seconden versnellen op de plaats. Dit hoeft nog niet op maximale snelheid. Ietsje versnellen. Het blijft gewoon een warming-up. En Melchior mag iets naar voren komen, anders staat hij tegen de muur. En jog weer verder. Oké, goed. Daar komt zometeen de tweede keer. 15 seconden versnellen. En 3, 2, 1, daar gaat hij. Oké, en jog weer door. Heel goed. Dit doen we zo meteen nog 1 keer. Over 3, 2, 1 en daar gaat hij. 15 seconden versnellen. Vijf seconden nog. 3, 2, 1 en we joggen weer door. Oké, heel goed. Nou, vandaag kwam Melchior hier binnen. Toen zei hij, ik wil vandaag sowieso jumping jacks doen. Dus de tweede oefening van de warming-up. We maken zo meteen, als ik zeg ja, 10 jumping jacks. En ja, daar gaat hij. 10 keer. En jog weer door. Oké, goed. En de tweede keer. Klaar en go. Oké, daar komt hij zometeen. De laatste 10 keer jumping jack. 3, 2, 1 en start. Daar gaat hij. Oké, en jog weer verder. De volgende oefening gaan we kaatsen. Je springt omhoog. 1 been gaat sneller omhoog als de ander. En je landt weer op 2 benen. 10 keer. En 3, 2, 1, daar gaat hij. 8, 9 en 10. Oké, en jog weer door. Dus je heft je been en je komt tegelijk met 2 voeten weer op de grond. De tweede keer, 10 keer. 3, 2, 1 en go. Heel goed. Oké, als je thuis je benen onder controle hebt, kan je ook je armen meenemen in het kaatsen. Op, op. Oké, de laatste keer. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Oké, perfect. De volgende oefening zijn eigenlijk 3 oefeningen achter elkaar. Als ik zeg ja, doe je 5 keer kort opdrukken. Dan draai je gelijk naar je rug, maak je 5 sit-ups. Dan ga je liggen op je buik, doe je 5 onderrug. En daarna ga je weer staan, dan maak je 5 squats. En dan ga je weer verder joggen. Dus 4 oefeningen achter elkaar. En 3, 2, 1, daar gaat hij. 5 keer opdrukken, gewoon kort. Dan draai je gelijk naar je rug, 5 sit-ups. En dan draai je door, 5 onderrug, 1, 2, 3, 4 en dan ga je weer staan en maak je 5 squats. En 5, oké, en jog weer verder, heel goed.
En de tweede keer. Klaar. Ja, daar gaat hij. En we draaien door, onderrug, 5 keer. En na deze 5 kom je gelijk staan, dan maak je 5 squats. Oké, perfect. En jog weer verder. Dit gaan we zo meteen nog 1 keer doen. 3, 2, 1 en go! Draai om. En onderrug. En de laatste 5 squats. En daarna joggen we weer verder. Oké, heel goed. Nou, dit was de warming-up. We gaan beginnen met het eerste krachtblok. En daarvoor pak ik de fles. Ik hou hem voor me vast. De fles gaat laag en ik spring op. Op. Daar. Deze oefening doe ik zo meteen 20 keer. Na de 20 keer heb je even rust. Dan maak ik een sprongetje naar voren. Hup. En loop ik laag, loop ik terug. In 6 stappen. Ik maak een sprongetje voor en laag loop ik terug. 6 keer. Dat is de tweede oefening. En de laatste oefening zijn de lunges zijwaarts. Dus ik sta, ik stap. 1. Hup. Andere kant. Terug. Mijn rug blijft recht. En ik zak door mijn buitenste been. En mijn binnenste been blijft recht. Die kant op. Oké, ik pak de timer erbij. Melchior komt klaarstaan. En de eerste oefening is de squat sprong met de fles. 3, 2, 1 en daar gaat hij. En 10. Keurig. Oké. Zorg er wel voor dat de fles natuurlijk goed dicht zit, anders is alles drijfnat. Had ik beter van tevoren kunnen zeggen natuurlijk. De volgende oefening. Ik maak een sprong naar voren en 6 stappen terug achteruit. Over 5 seconden. En 3, 2, 1. Daar gaat hij. Sprong. Blijf laag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sprong voor. Hup. En de laatste keer. Oké. 6 keer doen we die. En de laatste, de lunges zijwaarts. We hebben nog 10 seconden. En de lunges zijwaarts doen we 16 keer. Dat betekent 8 per been. Klaar. En starten maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Nog 6 keer. 1, 2, 3, 4, 5 en de laatste 6. Oké. Pak weer de fles erbij voor de eerste oefening. De squat met de sprong. We hebben nog 10 seconden. Dit gaat een pittig blokje voor de bovenbenen worden. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Op. 20 keer. Strek je helemaal uit. Probeer zo hoog mogelijk met de fles te springen. Oké, keurig. 15 seconden, we maken een sprong en 6 stappen achteruit.
5, 4, 3, 2, 1. En daar gaat hij. Sprong, blijf laag en loop achteruit. 6. En voor. Heel goed. 2 keer. Deze doen we 6 keer in totaal. Blijf goed laag. En 6 stappen terug. De laatste keer. Oké, goed zo. Maak je klaar voor de lunges zijwaarts. 5 seconden nog. 3, 2, 1. En daar gaat hij. En nog 6 keer. Vijftien. En 16. Oké, keurig. De laatste ronde. De squat met de sprong. Met de fles. 10 seconden nog. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Oké, perfect. De sprong en 6 stappen terug achteruit. Vijf, vier, drie, twee, één. Daar gaan we. Op en blijf laag en stap 6 achteruit. Keurig. Hop, oké. 6 keer deze oefening in totaal. Oké. En de laatste, de lunges zijwaarts. Vijf seconden nog. 3, 2, 1. Daar gaat hij. En de laatste. Oké, heel goed gedaan. Dit was het eerste blokje. Als je even wat wilt drinken, kun je wat drinken. Ik ga de volgende oefeningen uitleggen. En de eerste oefening van het volgende blok is met het elastiek. Dan doe ik een combinatie. Ik heb zo meteen 10 keer. Ga ik op het elastiek staan. Ik buig naar voren. Mijn armen, mijn pinken zijn omhoog. En dan ga ik 10 keer. 1, 2, 3, 10 keer. Als ik deze 10 heb gedaan, gaat de onderkant van het elastiek, hup, en ga ik staan en hier ga ik 10 keer aantrekken. Dat is oefening 1. Dus oefening 1 bestaat uit 2 oefeningen. Oefening 2 van blokje 2, ga ik weer op het elastiek staan. Duimen zijn dit keer omhoog en ik ga rechtop staan en ik ga hier mijn biceps daar omhoog. 20 keer. Oefening 2. Oefening 3, leg ik het elastiek weg. Doe ik mijn handen smal op de mat. Mijn ellebogen blijven langs mijn lichaam. En hier ga ik opdrukken. Dus ellebogen langs je lichaam. Daar. Dan heb ik dus een oefening voor mijn rug, voor mijn biceps en de triceps, de achterkant van je bovenarmen gedaan. En dat is blokje 2. De eerste oefening. Zijwaarts achteruit heffen. 10 keer en na die 10 keer ga je gelijk staan en trek je 10 keer aan het elastiek. Oké, klaar. 3, 2, 1 en start.
10 en 10 keer aantrekken. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké. Oefening 2, de bicep curl. We hebben nog 20 seconden. Ja, andersom. Je ellebogen blijven stil en je buigt je armen. 3, 2, 1 en daar gaat hij. 20 keer. 4, 3, 2, 1 en de laatste. Oké, leg het elastiek even aan de zijkant. Dan gaan we naar het opdrukken. Handen zijn smal, ellebogen langs je lichaam. 15 keer. Klaar en go, daar gaat hij. Dus ellebogen langs je lichaam, niet naar buiten. Je handen zijn op schouderbreedte. En dan niet denken, schouderbreedte is dit. Nee, daar. Langs je lichaam. 15 keer. Oké, dan pak je het elastiek weer vast. Je pinken zijn omhoog. 10 keer trek je het elastiek achter. Als je goed naar voren staat, die kant. Dus ik sta niet recht, ik buig naar voren. Daar. Dat voel je aan je rug. Hoog achter in je rug. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1 en daar gaat hij. En 10, oké. En dan gaat hij 10 keer aantrekken. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, de bicep curl naar voren. We hebben nog 15 seconden. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en de laatste. Oké, perfect. Maak je klaar voor het opdrukken. Handen zijn langs je lichaam. We hebben nog 10 seconden. En 3, 2, 1 en daar gaat hij. Helemaal je armen strekken. Yes, 15 keer. Oké, perfect. De laatste ronde. We beginnen weer met de rug. Pinken zijn omhoog. Armen blijven zo meteen gestrekt. Nog 5 seconden. 3, 2, 1 en daar gaat hij. 10. 10. En 10 keer, daar gaat hij. Trek aan. 10. Oké, goed zo. Maak je klaar weer voor de bicep curl. Vijf, vier, drie, twee, één en daar gaat hij.
18, 19 en 20. Oké, de laatste oefening alweer van dit blok. Ja, maar ja, laat maar. Opdrukken, handen langs ons lichaam. En 3, 2, 1, daar gaat hij. Helemaal doorstrekken. Oké, keurig. Op naar blokje 3. En blokje 3 is niet zo heel moeilijk vandaag, maar wel conditioneel pittig. De eerste oefening van blokje 3 is uchikomi naar rechts. En dat hebben we tot nu toe, aan het begin hebben we dat 20 seconden gedaan. De afgelopen periode 25 seconden. En vandaag gaan we dat 30 seconden doen. Dus ik heb de elastiek vast. 30 seconden uchikomi rechts. Daar. Ja. Oefening 1. Oefening 2, 30 seconden uchikomi links. Hup. Daar. 30 seconden. En de laatste oefening. Ik ga op de punten van het elastiek staan. En ik ga hier een upright row op. Op het elastiek trek ik tegen mijn kin. Daar. Doe ik 20 keer. Dat is dan blokje 3 voor vandaag. Oké, als iedereen het elastiek heeft, gaan we de timer weer aanzetten. 30 seconden uchikomi. We beginnen naar rechts. 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaan we. Yes. 30 seconden. En 30 seconden betekent ook dat je iets korter pauze hebt. Dus waar voorheen je 15 seconden had, heb je nu 10 seconden naar de tweede oefening. En oké, stop. 10 seconden. 30 seconden uchikomi naar links. En 3, 2, 1. Daar gaat hij. Heel goed. Ga door. Hou dat tempo erin, ook thuis. Drie, twee, één. Oké. 10 seconden. Maak je klaar voor de upright row. 20 keer. En 3, 2, 1. Daar gaat hij. 20 keer. Yes, oké, keurig. 15 seconden nu nog. Voor de tweede ronde van blokje 3. 5, 4, 3. Uchikomi naar rechts. Daar gaan we. Yes. Kom aan. Hou vol. 5 seconden nog. En 3, 2, 1. Oké, 10 seconden rust. Op naar oefening 2. 30 seconden uchikomi naar links. 3, 2, 1. En daar gaat hij.
Kom aan. 10 seconden nog. Hou vol. Hou dat tempo erin. Ook thuis. Hou dat tempo hoog en vast. 3, 2, 1. Oké, keurig. Maak je klaar voor de upright row. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. En daar gaat hij. 20 keer. Oké, goed zo. 20 seconden voor het laatste blokje. Van blok 3 dan, hè? Dan gaan we naar blok 4. En 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaan we. 30 seconden, kom aan. Heel goed, hou vol. Kom aan, hou de tempo vast. 5 seconden. En stop, keurig. 10 seconden, Uchikomi links. En 3, 2, 1, daar gaat hij. Kom aan. Goed zo, hou de tempo vol. Tien seconden nog, kom op. Hou vol. De laatste paar. Oké, keurig. Laatste oefening van blok 3, de upright row. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. 20 keer. Oké, 20 keer. Gewoon helemaal afmaken. 20 keer. Als je 20 hebt gedaan. Deze hebben we niet nodig. Als je 20 hebt gedaan, heb je even rust, kun je wat drinken. Ik ga blokje 4 uitleggen. De eerste oefening van blokje 4. Ik zet mijn voeten uit elkaar. Handen naar voren. Ik ga naar voren en ik druk terug. Naar voren en ik druk terug. Dus als ik hier sta, voor, op. Voor, op, halve stofzuigers. Daar. Dat is oefening 1 en die ga ik 15 keer doen. Oefening 2, ik sta weer in lichtsteun. Ik ben 8 seconden laag. Na 8 seconden geef ik een seintje. 1, 2, 3, 4, 5. 8 seconden laag. En een 5 keer opdrukken. Dus 2 keer 8 seconden laag, 5 opdrukken. 8 seconden laag en 5 opdrukken. En de laatste van het blokje voor de armen en voor de borstspier. De lopende plank. 8 keer met rechts. En 8 keer met links. Daar. Weer een heel pittig blokje voor de armen. Maar we gaan er wel tegenaan. En we gaan zorgen dat we het helemaal gaan afmaken. Oefening 1. 15 halve stofzuigers. Voeten zijn uit elkaar. 3, 2, 1 en go! Daar gaat hij. Vijftien keer. En de laatste. Oké, keurig. 8 seconden lichtsteun laag.
Vijf keer opdrukken. 8 seconden lichtsteun laag. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. En daar gaat hij. 8 seconden. 7, 8. 5 keer opdrukken. En 8 seconden laag. 7 en 8. Op. 2, 3, 4, 5. Keurig. Oké, ontspan even je armen. We hebben nog 15 seconden. Daar komt hij, de lopende plank. 8 met rechts, 8 met links. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. Zeven en acht. Andere kant. Vier, vijf, zes, zeven en acht. Oké, 15 seconden voor de halve stofzuigers. 15 keer. 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaat hij. Naar voor en terug. Yes. 2, 3, 10. Keurig. Nog 5. 1, 2. Probeer echt die 15 te halen. En 5. Oké, goed. 8 seconden laag. 5 keer opdrukken. En 5 seconden nog. 3, 2, 1. En daar gaan we. 6, 7 en 5 op. En 8 laag. Klein stukje boven de grond. Zo ja. En 3, 2, 1 en 5. Kom aan. Yes. Oké, heel goed. Armen weer even ontspannen. 10 seconden nog. 3, 2, 1. En de lopende plank. Daar gaat hij. 7 en andere kant. Op, yes. 7 en de laatste. En 8. Oké, keurig. 15 seconden. Voor het laatste rondje. Dit ga je heel erg voelen in je armen als je dat nog niet deed. We hebben nog 5 seconden. En 3, 2, 1. Daar gaat hij. 15 keer. Kom aan. Ook als het pijn in je armen doet, probeer toch die 15 te halen. Oké, 15 seconden. Zometeen 8 seconden laag, 5 keer opdrukken. 8 seconden laag, 5 keer opdrukken. En 3, 2, 1, daar gaat hij. 6, 7, 8, op. 2, 3, 4 en laag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en uit. Oké.
Ontspan weer even je armen voor de laatste oefening, de lopende plank. We hebben nog 5 seconden. En 3, 2, 1, daar gaat hij. En 8, wissel om. Heel goed. Laatste 8, de andere kant. En 8. Oké, keurig. Een heel zwaar blokje, maar goed dat jullie het hebben volgehouden. En natuurlijk Melchior ook. Dan gaan we nu het laatste stukje van deze training, het blokje met de rompoefeningen doen. En de eerste oefening is zitten. En dan gaan we een halve minuut onze benen loshouden van de grond. Armen over elkaar. Daar ja, benen zijn bijna gestrekt. 30 seconden gaan we onze benen loshouden. Dat doen we 3, 2, 1 en daar gaat hij. 30 seconden. En hou vol, hou vol, hou vol. Voor de volgende oefening heb je de fles weer nodig. Nog 10 seconden. Dus heb je iemand in de buurt, vraag even of ze de fles aangeven. Of misschien kan je hem zelf al erbij pakken. 3, 2, 1. Oké, pak de fles. Dan gaan we 20 sit-ups met de fles. Die hebben we al eerder gedaan. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Heel goed, nog 10 keer. Negentien en 20. Oké, hou de fles vast. Kom liggen op je buik. Dan ga je de fles zo meteen 16 keer aantikken. En dan tik je hem 1 keer links van je aan. Dan tik je hem terug en dan tik je hem rechts van je aan. Dus Melchior doet even 2 keer met 2 handen. 1, 2, 3. Oké, goed zo. Doen we 16 keer. Dus dat is 8 per kant. Voor de onderrug. 3, 2, 1. En daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, heel goed, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oké. Dan zetten we de fles weg, dan gaan we liggen op de rug, liggen op de rug, handen onder onze benen of billen, benen gaan omhoog. Dan ga ik mijn benen 10 keer om en om zijwaarts laten zakken, daar, 2, ja? Oké, dus iedereen ligt klaar. Handen naast je of onder je billen. Benen zijwaarts laten zakken. 3, 2, 1, daar gaat hij. Zes, zeven, acht, negen en 10. En 20. Oké, de laatste oefening van dit blokje. 15 keer liggen en zitten. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaat hij. 15 keer. Eén, twee, drie,
4 en 5. Oké, heel goed. Dit blokje gaan we nog één keer doen. We beginnen met zitten. 30 seconden, handen over elkaar, benen liggen gebogen. Nog 3 seconden. Klaar. En go, daar gaat hij. 30 seconden. Nog 5 seconden en de volgende oefening is weer met de fles. 3, 2, 1. Oké, pak de fles erbij. 20 keer de buikspier met de fles. Klaar. En go, daar gaat hij. 20. Heel goed, 10. Nog 10 keer. En de laatste 5, kom aan. En 20, heel goed. Dan komen we liggen op onze buik. De fles houden we erbij. Daar gaat hij 16 keer schuin voor ons aantikken, om en om. Klaar en go! 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Oké, heel goed. Dan komen we weer liggen op onze rug. De ene laatste oefening. Handen naast ons of onder onze billen en de benen gaan 20 keer zijwaarts. 3, 2, 1 en daar gaat hij. Het kan best zijn dat je dit in je buikspieren gaat voelen branden. Maar dat is de bedoeling bij het blokje van de romp. Voor de romp. Oké, de laatste oefening voor de romp. 15 liggen zitten. 3, 2, 1 en daar gaat hij. En 5. Oké, keurig. Dan komen we allemaal staan. Want dit was de laatste oefening van deze training. Dan hebben we nu de 28e training volbracht. En hebben we nog 2 trainingen te gaan. Volgende week vrijdag sluiten we natuurlijk af met een enorme knaller. En aanstaande dinsdag, dat weet Melchior nog niet, maar dat ga ik hem nu vertellen. Aanstaande dinsdag gaat Melchior zijn eigen training voorbereiden en opschrijven. Dat betekent dat jullie allemaal een favoriete oefening naar Melchior mogen sturen. Of een filmpje op internet zetten en je Melchior daarin taggen. Zodat hij een selectie kan maken van al jullie favoriete oefeningen. Dus aanstaande dinsdag hebben we Melchior als speciale gast. Dat is natuurlijk elke keer. Maar hebben we ook een speciale training, namelijk een training van Melchior zelf. Dus dat voor aanstaande dinsdag. En dan volgende week vrijdag, ga ik nog niet zeggen wat, dat gaan we ook van tevoren nog niet zeggen. Maar dat wordt wel een hele leuke verrassing. Dan gaan we zondag rond de middag, zal er op het YouTube kanaal een filmpje worden gepost van een preview filmpje van een uitzending van de Nederlandse sportzender van de NOS. Kees Jonkind die heeft een filmpje opgenomen van Chris in Andere Tijden Sport. En dan gaat Chris vertellen hoe hij in 1960 zo'n beetje naar Japan is gereisd en hoe dat allemaal is gegaan. Nu stappen wij gewoon in het vliegtuig. Althans, als ik naar Japan ga, stap ik in het vliegtuig. Chris deed dat ietsje anders, want
Die ging met de trein, dat heeft 2 weken geduurd. Nou goed, aanstaande zondag komt de preview op ons YouTube-kanaal. Dus allemaal zondagmiddag, hou het in de gaten. Als je op YouTube je belletje hebt aanstaan, dus dat je een signaaltje krijgt als wij er iets op zetten, krijg je een signaaltje en dan kun je gelijk kijken. Goed, voor vandaag wil ik iedereen weer bedanken voor deze training. Ik wens jullie een fijn weekend. We staan rechtop. Als laatste groeten we af.